Bizar. Nou jongens, we zijn live. Hallo. 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 Hallo Brams moeder. Nee, die zijn weg. Niemand kijkt. Hè? Niemand kijkt, daarom staat het ook online. Ja, precies. Zet hem nou gewoon uit, als er toch niemand aan dat kneuterige kanaaltje van je wil kijken. Lars, ik weet niet wat er gebeurt, maar je schoot me mij door het scherm. Ja, dat klopt. Nu sponsor ik je niet meer. Hoezo niet? Je kan me best sponsoren voor het goede doel, Bram. Ik laat een maand lang de meest gewilde man object wat jij mooi vindt staan. Wat? Dat klonk heel erg fout. Ja. Ja. Dat je gewoon een maand lang niet Brams crush neukte. Het scheelt dat ik geen crush heb. Ja. Het is februari, ja. Jezus, never mind. Geef niet. Oké, dus je bent nu helemaal kaal. Nee, dat hoeft er niet. Want sommige collega's zien er niet uit zonder enige zichtbeharing. Ja, zoals jij. Ik ken meer mensen die dat probleem hebben. Bram? Nee. Jij hebt een goede baard, Ivo, of ja, niet te veel. Ik heb een hele aardige baard, alleen van een, tussen twee lengtes. Dus een bepaalde lengte, vanaf een bepaalde lengte en tot een bepaalde lengte. Daar moet ik scherp op zijn. Als hij daar tussen blijft, is prima. Maar goed, wij gaan nu met 45 collega's gaan we een maand lang de baard laten staan voor het goede doel. Ja. Oké. En de baard laten staan, dat betekent ook geen neklijn en zo? Jawel, die mag, uiteraard werkt het wel bij op de wang en de snor. Ja. Ja. Dan zitten er een paar tussen, als die de baard laten staan, zit net een stel pandaberen. Dan zie je alleen een paar ogen. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel bruut om na een maand 45 woeste vikingen te hebben met een baard, zeg maar. Inderdaad, ja. En dat zijn, en allemaal politieagenten. Allemaal politieagenten. Dus ze zijn extra badass als ze op straat zijn. Dat denk ik wel. Ja. Ja, dan krijg je misschien nog een betere status. De mannen met een baard. Ja. Ja, er zitten een aantal tussen. Kan me niks schelen wie er meeluistert. Maar er zitten een aantal tussen. Je hebt niet zo heel veel special awareness. Leer ervan, zou ik zeggen, als je dit hoort. Kijk om je heen. Gebruik je spiegels. Wie was dat vorig jaar geweest? Martin Baltus. Ik had er geen last van. Martin Baltus was het, ja. Oh, ja. Ja. Oh ja, die was heel boos op iedereen, terwijl die gewoon echt gewoon het oogklep opreed. Maar goed, dat is allemaal om te leren. Ah, fucking zeuren. Toen ik nog jong was, toen Jezus. Even alsof ik dat niet gehoord heb. Ja, toen speelde ik altijd een demo van Toka 2. Oh ja, oh, die was vet jongen. Het was met een Honda, een BTC Honda, op Croft. Ja. Dus precies zoals nu. En altijd bij elke start die je deed, lag ook iedereen eraf naar de eerste bocht. En oh ja? Met de AI, hè, met de AI. Oh jezus. Dat was één grote puinhoop. Ja, dus, nou, het kan hier wel. Toka 2 jongen, die was geweldig. Je moet echt super scherp zijn straks in de eerste bocht, want anders komt het, nou, gaat het gewoon niet goed. Maar Toka 2 heb ik ook heel veel gedaan. Ja, heel veel gespeeld. De Global GT Lite competitie vond ik super vet. Die owned ik. En ik had een vriendje van me die linkte dan de PlayStations aan elkaar. Allebei een stuurtje. En we gewoon LAN-party doen. Echt zo vet. Old school, LAN-party. Ik heb mijn mooiste races, nou dat is niet helemaal waar. Maar ik heb een aantal van mijn mooiste races wel daar gereden. Dat ik een hele race, een race van 10 rondjes. En dat was op circuit van Zandvoort. En de hele race lag ik tweede. En bij het uitkomen van de allerlaatste bocht had ik de goede slipstream te pakken. En piep ik hem net zo voor de start-finish ga ik er voorbij. Echt super trots. Maar hij was zo kwaad. Met controle gegooid? Nee, want dat was, vast, dat was al een stuurtje toen. Dus dat kon niet. Maar hij heeft er wel op geslagen. Jezus, Bram Beelen, doet hij ook mee? Ja joh, maar die doet altijd mee. Oh, Jan Wim, die zet ook weer een tijd neer. Op dit moment is er een... Staat je derde? Oh jezus. Iedereen in 22-7. Jan Wim gaat ook hard en daar baal ik van. 13 binnen seconde. Goed hoor Jan Wim. Mag ik niks verkeerd zeggen. 18 binnen anderhalf. Ja, nu zijn we live hè. 22 binnen 2 seconden. Fijn, ik ga even naar de wc. Ja. Moet jij nog kakken Bram? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb honger. Je hebt te veel gekakken of wat? Helemaal zin wat dat betreft.
That was a 123.10. Ook altijd wel voor de aanval. Ja. Chat open. Huh? Niemand neemt je serieus. Ja. Ja. Geestcommissie wordt weer in de kak genomen hier. Je hebt lekker veel draaien. Ja. Ik vind het echt verschrikkelijk dit om te doen. Papa. Ja, het is even inkomen, hè. Oh. Zometeen moet je die grid instellen. Ik wens je nu alvast succes. Ja, ik zet dan mijn geluid ook even uit. Oh, heel. Ja, even zeggen. Ja, inderdaad, Bram, chat hoor. Ja. Duidelijk iemand die dit voor het eerst doet. Die verkijkbuiskinderen? 30 minuutjes. We staan weer op de grid. Oh, kut! Druk ik op het verkeerde knopje. Doe je. Oh, god. Fuck! Wat doe je? Ik druk op leave track terwijl ik naar garage wilde. God. Ja, dan ja. Ja, Bram, wat te doen? Ja, maar nee, je kunt niet meer joinen. Nee, kut! Nou, ik ben benieuwd jongens. Dit is, levens, dit is levensgevaarlijk. Dit is ook gewoon, ja. Waar staat Jos? Oh, niet in de buurt. Ik tril helemaal, ik ga van 6 starten. Ja, ik ook. Niet doen. Succes jongens. Succes. Holy shit. Holy fuck. Goeie start. Yep, ik ook. Op start. Ho, 3 dek. Oh, Patrick pakt de leiding dadelijk. Lag hij niet bijna op zijn dak. Ik lig derde, oké. Gooi van 1 naar 4. En een crash. Nee. Zou je? Okay. Oh, Patrick maakt net al een foutje, die dubbele rechter. Ja, precies, zag ik wel, ja. Anders komt gooien te snel dichtbij dadelijk. En dat is het gras. Kut. Scheelt dat team meegeven. Zo, dus. Hop jongens, ga lekker. 1,6. Met je banden? Geel. Links voor begint alleen niet mijn beste vriend te worden. Ik heb ook een relatie die complicated is. Met mijn linker voorband. Vieze hoer dat het is. Ik denk dat hij vreemd gaat met het gras dat steeds dichter. Ja, en elke keer als je hem ernaar vraagt, dan wordt hij helemaal rood. Ja, precies. Komt maar, het zal wel. Heb je ze al in het rood dan? Weet ik niet. Oh! Oh, Johannes, ja. Oh! Dat... Ik ga je wel een contest voor indienen als je deze plek niet teruggeeft. Nou, het zag van mijn punt uit alsof jij naar hem moet sturen. Kurt. Waardoor die auto omhoog springt en jou een zetje geeft. Hij zou hem terug moeten geven eigenlijk. Zie je niet? Nee, ik heb geen links voor meer, joh. Het is voor mij. Echt, man, ik heb fucking voorzichtig gedaan met mijn banden. Hop, hop. Kut, RV. Oef. Nou Bram, het was wel sneller, maar het was niet genoeg. Ja, hier ben ik wel heel tevreden mee. Goed gedaan, ja, lastig mooi. Ja, lekker Las. Ja, lekker Las. Lekker. Goed gedaan. User disconnected from your channel. Ik heb op een of andere manier meer slijtage dan tijdens het trainen. Of ik ga ik gewoon heb, harder. Ik heb vergelijkbaar. Ah! Waarom komt er nou iemand nu binnen? Ja, die staat laatste, die staat er volgens mij niet in. Ik vind het vet mooi dat wij getuigen zijn van dit proces. Ja, ja. Godverdomme, is de godverdomme, ik verloor! Kakelaars hier, ik kan hem al vieren! Zo'n mental breakdown was dit. Jezus. New part!
pound your ass. Kijk hoor, Minecraft, Farming Simulator, Euro Truck Simulator. Farming Simulator, hé, hoe erg wil je het hebben? Nou, meer niet. Dat is toch het saaiste spel ter wereld, een Farming Simulator. Dat je spannend. zeg maar virtueel kippenvoer geeft. Ik heb midden een boer zoekt vrouw. Moet je dan ook heel vroeg opstaan? Want een boer moet vroeg opstaan. Als je het realistisch wil hebben. En ruik je dan ook een stront? Ik had vroeger een jongen in de klas op de basisschool en die woonde op de boerderij en die rook altijd naar kak. Ik vergeet die geur nooit weer. Altijd. Nou, het was niet echt letterlijk kak. Het was niet echt, weet je wel, hondenstront of als je aan je over je vingers mest. Poept. Mest. Maar, ja, gewoon mest en de grond. Maar je weet wel. Serieus. Niet dat scherpe, dat je echt, dat je echt, weet je wel, dat, nee, maar dat vlug zout nee, maar dat, wat je, dat je denkt, dat je denkt, dat ruik ik. Ja, precies. Het is een soort van, het sluit er wat in. In het begin denk je, ja, nou, je ruikt niet fris, maar je kan niet determineren wat het is. En opeens valt het kwartje kak. Het is kak. Nog vijf, het is een nog soort vijf. Van, het is van, het is alsof je een beetje, ja, alsof je een soort bouillon is. En je bent een stuk vlees en je ligt te sudderen. In bouillon. Dat idee. Ja. Deze 20e hatse. BAM! Yeah. 3 seconden. Maar we zijn er 29, hè? Ik weet niet. Fuck jou. Ja, is wel zo. Nee, ah nee! Oh ja, goed zei zo. Ja, dat was hem. Nou ah, ja, maar die start hoe dan ook on merit ook achteraan, want dat was de allereerste uitvaller. Dus dat klopt. Dat bedoel ik. Uitvaller? Ja, precies. Didn't even make the start. Ik vond dat je het nog zo neemt. Gaan stappen, want ik wil toch op echt hier, het liefst deze race uitrijden. Ik ook, ja. Ik ga even uitrijden. Oh, kom maar dit. Maar wanneer wordt dat gefixt dan met die twee opwarmrondes? Want... Dat kan niet. Nou, maar! We kunnen zelf starten toch? Oh, wie staat daar stil? Even geduld hè, rij, rij met het hok. Oh, ik raakte Jos bijna volgens mij. Ja, uw Mars staat voor mij. Ook. Hoppatee. Gianna, het kan, ik weet ook nog niet of het kan. Ja, yes. Zo is het jongens. Oké. Okay. Achter mij blijf jij. Fuck jou, gelul. Laat je weg. Gaan we op het gas? Nee toch? Nee. Nee, mag pas naar de laatste bocht. Dan moet hij even flink gas geven achter. Ja. En ik hoor allemaal gekregen. Ja, ook hoor. En dan gaat hier iemand uit. Volgens mij ging Jos tegen deze. Succes jongens. Ik neem ietsje afstand eraan, want ik wil er niet bij zitten. Is goed. Nou, ik heb al meteen een gat met Johannes. Mooi. De lap was een 2-0-9.50. Met dat begrip. Gaat er al een. Pelen eraf. Nee. En Dave. En ik. Ja, einde verhaal. Nee. Meen je dat nou? Nou, ik ga even proberen. Ik ben derde. Jos tweede, Anton nog eerste. Eerde keuze. Ah, ja, nou, het gaat helemaal niet goed jongens. Dit gaat helemaal niet goed. Ik ga exiten voordat ik een gevaar word. Kut! Jammer. Zeug! Ja, ik moest wel uitwijken, dat was de een of andere kant. Het gaat helemaal mis. Ik snap er helemaal niks van. Waarom heeft niemand ooit nou iets geleerd? Volgens mij, ik hoor van alles. Ja. Kut! Oh, wat baal ik hier zo super hard van. Maar ja, ik kon er echt niks aan doen. Deed de vastband eraf. Ja, er zijn er nog heel veel af. En Jos? Ik ben al zonder iets te doen 19. Dat is prima naar de leiding. Ik lig 11e. Voorzichtig Bram. 10e, sorry. Bent er langs. Bent er langs. Goed zo. Wat? De baard is er langs. Kom op baard. Ja, zag je het? Ja. Hij ging wijd hè. Roy. Oh, Roy had een tik. Roy is gezien, Rudy is er langs. Ik zit daar! Sorry, ik schreef hem. Maar Bram. Ja, Bram buiten bij Jos. Ik denk dat hij op mute zit. Nee. Oh, dit is close. Het gaat fout, hiervoor. Oh, nog niet. Ivo, schakel me in op Roy. Ja, zie, daar gaan ze. Oh! Oké, dat was echt heel hard. Yo, Roy, ik schakel naar Roy, hij ligt op zijn dak. Ja, moet je maar even terugkijken. Ze knallen met z'n tweeën vol die bandenstapel in van beton. Ja, dat was een maar dat zat er aan te komen. Het zat er aan te komen, want ze raakt elkaar.
links voor de veel te warm. Oh, Jezus Christus, slecht het. Ik denk dat de racecommissie het wat druk krijgt. Oeh, dit is gevaarlijk, Bram. Het is gevaarlijk. Heppa, goed zo, Bram. Mijn kop? Ja. Lekker. Hij heeft Jos gewoon een duw gegeven, want Jos dacht natuurlijk, nee, maar ik ga niet aan de kant of zo. Die 10 keer rondetijden van jou en Rudy, Bram, volgens mij. Oh nee, nou, het scheelt 2/10, valt wel mee. Nou, we willen niet weten. Oké. Nou, ik ben muil. Rebel aan. Inschakelen, Ivo. Op Jos en Patrick. Wat moet ik doen? Oké. Jos en Patrick. Trackpick. Sorry. Oh Jezus, dat ga ik hard. Je zegt inschakelen, maar hoe Jos op zijn ja, dak? Zie. Ja, Jos, klaar. Ja? Ik wil helemaal niks. Nou. Nee, maar Lars is hem voorbij. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dat scheelde niet veel. Oh. Lars, je kon echt zo recht in zijn poepetje kijken. Zo ging je er onder door. Niet te geloven. Nou, Patrick. Wat een prachtige dag om een camera op je kop te hebben, Kuipers. Wat is dit, jongen? Goed gedaan. Yeah. Oh, kom op! Kom op! Goed gedaan! Woe! Yeah! Wacht, ik ben nog niet, wacht! Mooi gedaan! Goddomme! Ik was wel... Nee, maar ik was wel fucking zenuwachtig, kan ik je zeggen. Toen jij op een gegeven moment begon, ja het is nog maar zoveel, ik dacht, gas, hou je bek nou, ik wil het niet weten. Moet je dat gewoon zeggen? Zuurig. Ja, dat deed ik ook. Jouw rondetijden kan ik allemaal onder zitten. Godverdomme. Nou ja, klaar. Jij rijdt er en ik niet.